Dr. Sophie van der Zee doet als universitair docent gedragseconomie, kom maar erbij hoor, aan de Erasmus School of Economics onderzoek naar de detectie van liegen en oneerlijk gedrag. Haar onderzoek naar bedrog trekt de nodige media-aandacht en ook in de wetenschap bouwt zij aan nauwe samenwerking rond het thema bedrog. Ze heeft een aantal publicaties op dit gebied ook op haar naam staan, onder andere onderzoek in een forensische context. Leugens en bedrog zijn natuurlijk van groot belang voor de samenleving en het zou erg nuttig zijn als we de herkenning ervan beter onder de knie hadden. Sophie van der Zee vertelde bijvoorbeeld op Radio 1 dat Donald Trump in oprechte tweets andere taal gebruikt dan in tweets waarin hij jokt. Nou, dat is natuurlijk ook weer iets van begrip van de medemens wat daardoor vergroot wordt. Daar ga ik het zo nog over hebben. Ik zal niks meer zeggen. Kunnen we, wat ik me afvroeg, kunnen we daar niet een algoritme voor maken voor die social media? Want we worden natuurlijk ontzettend gedomineerd door wat in de social media op ons afkomt. Als je dat zo simpel kan zien, zou je dat dan niet er gewoon als een soort score bij kunnen zetten? Met die vraag neem ik afscheid en ga ik naar mijn tafeltje. Nou, gelukkig hebben we daar een website voor gemaakt die precies dat doet. Dus ja, dat kunnen we. Mooi. Goed, bedankt voor deze mooie introductie. Fijn dat ik hier mag zijn. Mooi ook dat ik alle praatjes van vanmorgen heb mogen luisteren. Ik heb ervan genoten. Ik wil even beginnen met een oefening, voordat we iets anders gaan doen. Ik wil graag dat jullie allemaal even je ogen dicht doen. Gewoon even je ogen dicht. En dat je even goed luistert naar je lichaam. Wat voel je? Dat je op een stoel zit, waarmee raak je de grond aan. En dan voel je iets geks. Iets wat je misschien niet eerder hebt gevoeld. Of je zegt ineens iets wat je nog niet eerder hebt gezegd. En je denkt, waar komt dit vandaan? Waarom doe ik dit? Ik herken mijn eigen lichaam niet meer. Het lijkt wel alsof ik niet meer alleen ben. Alsof er iemand anders in mijn lichaam zit. Maar oh jee, ja, dat klinkt wel een beetje gek. Ik weet niet of mensen mij gaan geloven. Want andere mensen, die zijn soms een beetje sceptisch. Jullie mogen je ogen open doen. Wat moet ik doen als je dit voelt? En ja, je voelt het echt. Je denkt dat het waar is. Maar je denkt ook dat niemand je gaat geloven. Hoe kun je mensen overtuigen van iets wat zo moeilijk te bewijzen is, waar je geen bewijsmiddelen voor kunt verzamelen? Je kijkt tv, zoals ze dat in Nederland graag doen 's avonds. En je ziet ineens iets over leugendetectie voorbij komen op tv. En je denkt, misschien is dat iets voor mij. En dat is waar ik in dit verhaal terechtkom. Ik was niet degene met die gevoelens over die geest in zich. Ik ben degene die dan een berichtje in zijn e-mailbox krijgt. Help me. Kun jij me helpen om een verhaal te bewijzen aan anderen, aan sceptici? Dit is een van de moeilijkste vragen die ik krijg als onderzoeker. Want ik weet niet of geesten bestaan. Het is moeilijk te bewijzen. En nou, als ik nadenk over hoe ik daarin sta, dan denk ik dat geesten niet bestaan. Maar ja, ik snap deze hulpvraag wel. Dus ik probeer hem breder te trekken. Wat als je iets wil bewijzen waarvoor geen bewijsmiddelen zijn om te laten zien dat je gelijk hebt, dat jij de waarheid vertelt? Ik ben Sophie van der Zee. Ik ben universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit. Ik heb een achtergrond als rechtspsycholoog en ook een aantal jaar als onderzoeker in informatica gewerkt. En die drie vakgebieden combineer ik in mijn onderzoek naar leugens en oneerlijk gedrag. En specifiek vandaag zal ik iets gaan vertellen over mijn onderzoeken naar leugendetectie. Dus kun je op de een of andere manier iets zeggen over de betrouwbaarheid van een verklaring? En wat is de rol die intuïtie daarin speelt? Moeten we luisteren naar ons onderbuikgevoel? Of kunnen we dat beter niet doen? Stel dat je thuis bent en nou ja, je wil iets bewijzen.
Of dat aan je partner is, dat je echt niet bent vreemd gegaan. Of aan de hele wereld, dat er daadwerkelijk een geest in jou huist. Wat je ook maar wil bewijzen. Er zijn veel mensen die op een bepaald moment denken, zou het niet handig zijn als ik leugendetectie kon gebruiken om te laten zien dat ik de waarheid spreek? Of vanuit het perspectief van de ander, van de partner die misschien denkt dat hij bedrogen is. Kan ik leugendetectie gebruiken om te testen of mijn partner wel of niet is vreemd gegaan? Nou, als mensen met dit soort vragen bij mij komen, en dat is echt vaker dan je denkt, dan vertel ik meestal dat leugendetectie niet echt iets is voor aan de keukentafel. Dat het niet iets is wat je per se moet willen toepassen om je relatie te redden. Op het moment dat je daar bent aangekomen, dan weet ik niet of die relatie nog te redden is. En op zijn minst, misschien moet je beginnen met een goed gesprek. Maar goed, stel dat je wat hebt ingelezen. En nou ja, ofwel, ik weet niet wie hem herkent, maar dit is een polygraaf. Een van de meest bekende vormen van leugendetectie. Ofwel, je hebt geen polygraaf thuis liggen. Je weet het niet. Ofwel, als ware scepticus heb je voldoende gelezen over de polygraaf dat je denkt, nou, ik weet niet of ik die wel moet vertrouwen. Je besluit dat de polygraaf niet de manier is voor jou om iets te zeggen over de betrouwbaarheid van een verklaring. Wat dan wel? Moet je op je intuïtie vertrouwen? Moet je zelf naar iemand luisteren en proberen te bepalen of iemand de waarheid spreekt of niet? Nou, daar weten we gelukkig wat over. Als we gaan kijken naar leugenonderzoek, wat er dan vaak gebeurt, is dat de helft van de data, van de verhalen die verteld worden, zijn een waarheid en de helft is een leugen. Dat betekent in de praktijk dat op het moment dat jij moet beoordelen van een verklaring of het een waarheid of een leugen is, en jij zegt altijd waarheid, dan heb je het in 50% van de gevallen goed. Als jij altijd zegt, nee, ik ben sceptisch, leugen, sowieso, dan heb je het wederom in 50% van de gevallen goed. En stel je voor dat je denkt, ik weet het niet, maar ik ga gewoon een muntje opgooien. Nou, als je dat vaak genoeg doet, dan heb je het wederom 50% van de gevallen goed. Dit heet kansniveau. Goed. Wat nou als je niet denkt, ik ga niet uit van zo'n standaardregel, altijd goed, altijd fout of een muntje opgooien. Ik ga heel goed opletten op hoe iemand zich gedraagt, wat iemand zegt, nou, of ze misschien iets doen wat ik een beetje verdacht vind. Ik ga heel goed opletten en luisteren. En dan ga ik bepalen of ik denk dat deze persoon de waarheid spreekt of niet. Nou, dat kun je doen. Je kan op je intuïtie vertrouwen, je kunt proberen leugenachtig gedrag te observeren. Maar dan zijn we niet zo heel veel beter dan dat kansniveau van 50%. Een meta-analyse, het is al wel weer een tijd geleden, maar ik moet zeggen dat daarna is geen meta-analyse meer geweest en alle onderzoeken die daarna gedaan zijn blijven in deze richting wijzen. Op het moment dat mensen heel erg hun best doen om leugens te detecteren, wat ze ook doen, ze komen niet veel hoger uit dan die 54%. Wat mij betreft kun je dan net zo goed de moeite besparen en een muntje opgooien. Dus die intuïtie, ik zou hem niet gebruiken. In ieder geval niet voor leugendetectie. Misschien wel in andere gebieden, maar niet voor leugendetectie. Oké. Maar dan is natuurlijk de eerstvolgende vraag. Ja, maar jullie psychologen, jullie doen altijd al je onderzoek op studenten. Dat klopt wel. En dat is ook duidelijk een probleem. Maar er is natuurlijk ook allemaal onderzoek naar leugendetectie gedaan dat niet op studenten is uitgevoerd. Maar juist bijvoorbeeld met mensen die heel veel ervaring hebben. Mensen die bij de politie werken of bij de douane of misschien wel als rechter werken. Nou, daar is ook een meta-analyse van geweest. En die waren beter dan de studenten. 1%. 55%. Wat problematisch was, is dat ze wel veel meer zelfvertrouwen hadden over hun eigen kunnen. Daar is een paper over geschreven, Strong but Wrong. Dus mensen hadden hele sterke ideeën over iets wat eigenlijk niet klopte. En dat is natuurlijk gevaarlijk, zeker op het moment dat je in een beroep werkt waar jouw beslissingen over de betrouwbaarheid van iemands verklaring echte consequenties kunnen hebben, zoals een gevangenisstraf. Of iemand wel of niet mee moet naar dat kamertje waar niemand heen wil.
Nou, dan is er natuurlijk nog het alternatief van oké, misschien heb je wel ervaring, maar dan weet je eigenlijk nog steeds niet zo goed wat je doet, want je bent er nooit echt in getraind. Nou, er zijn allerlei leugenonderzoekers geweest die trainingen hebben opgezet en de effectiviteit daarvan hebben getest. Waar ik trouwens ook nog wel benieuwd naar ben voor de street epistemology, of dat ooit getest is. Ik ben heel benieuwd, ik hoor het graag, ik hoop vanmiddag. Leugendetectietrainingen zijn uitgebreid gemaakt en getest. En wat je eigenlijk ziet, consequent, is datzelfde effect als van ervaring. Strong but wrong. Mensen krijgen een hoger zelfvertrouwen, want ze denken, nu weet ik er vanaf, ik weet waar ik op moet letten. Maar hun accuraatheid gaat niet echt omhoog, ietsje. Het is niet dat het helemaal niet helpt, het gaat ietsje omhoog. Maar nogmaals, het is niet de moeite waard. Er is ook een prachtig onderzoek dat laat zien van Tim Levine. Dat laat zien dat die hadden een training ontwikkeld, een controlegroep en nog een extra controlegroep. Die ook een training hadden gekregen, maar eentje die nergens op sloeg. Een bogus training heet dat. En dan zag je eigenlijk dat die bogus training ongeveer hetzelfde effect had als die echte training. Dus het ging meer om een training effect, namelijk het feit dat je hiermee bezig bent, dat je een training hebt gehad, dan daadwerkelijk de inhoud van die training. Kleine disclaimer, wat wel redelijk helpt, is de trainingen die niet per se gericht zijn op het herkennen van leugenachtig gedrag, van waar moet je nou op letten. Maar juist de trainingen die gericht zijn op bijvoorbeeld interviewtechnieken, dus hoe kun je bepaalde vragen stellen die het moeilijker maken voor de leugenaar om antwoord te geven, die boeken wel resultaten. Dus dan zit je te kijken naar ongeveer 10% verhoging van de accuraatheid gemiddeld. Goed, dus nog even terug. Je zit op die stoel, je hebt je ogen dicht, die hoef je niet dicht te doen. En ja, je hebt het probleem dat jij dus het gevoel hebt dat er een geest in jou zit. En dat wil je graag bewijzen. Maar er zijn natuurlijk niet echt bewijsmiddelen om te laten zien dat er een geest in je zit. Dus je dacht aan leugendetectie. En met wat we nu weten over menselijke leugendetectie, gebaseerd op intuïtie, ervaring en training, dat je zo rond die 54, 55, misschien 60% uitkomt. Ja, is dat genoeg om mensen overtuigend te vertellen dat jij echt een geest in je hebt? Gaan die overtuigd zijn? Gaan de sceptici als jullie, gaan die overtuigd zijn door iets wat 55, 60% accuraat is? Ik in ieder geval niet. Dus de zoektocht gaat door. En dit is eigenlijk waar mijn onderzoek op het toneel verschijnt. Ik heb al genoemd dat ik niet alleen een achtergrond heb als gedragseconoom, maar dus ook als rechtspsycholoog en als informaticus. Oh, klinkt het altijd een beetje eng als ik dat zeg. Ik heb een aantal jaar in informatica gewerkt. En ik heb eigenlijk deze kennis gecombineerd in het kijken van oké, als mensen zo slecht zijn in leugendetectie, kunnen we dan iets doen om dat te verbeteren? Kunnen we bijvoorbeeld bestaande technologieën gebruiken en toepassen op leugendetectieonderzoek om te kijken of we beter een onderscheid kunnen maken tussen leugen en waarheid. Nou, ik heb van alles gedaan, onder andere ook fysiologische leugendetectie, dus eigenlijk met een soort van polygraaf, maar dan op een andere manier gebruikt. Maar vandaag wil ik het graag met jullie hebben over twee verschillende onderzoeken die ik heb gedaan. De eerste heeft te maken met non-verbaal gedrag, dus de manier waarop je je beweegt en gedraagt. De tweede heeft te maken met verbaal gedrag en dan heel specifiek met de woorden die je gebruikt. En eigenlijk de spoiler alert van net, die gaat daar een beetje over. Ik heb het taalgebruik van president Trump geanalyseerd en vergeleken. Maar we beginnen even met non-verbaal gedrag. Toen ik begon met promoveren in 2010... zonder eigenlijk heel veel van leugendetectie af te weten, dacht ik, ja, op het moment dat ik iets zeg, dan heb ik redelijk onder controle wat ik zeg. Dus het verbaal gedrag. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik me beweeg. Dus ik kan me voorstellen dat op het moment dat ik zou liegen, dat ik mijn verbale gedrag nog wel onder controle kan hebben, maar dat ik het lastiger vind om ook mijn non-verbale gedrag onder controle te hebben en betrouwbaar over te komen. Dus ik dacht, als leek, ik ga non-verbale leugendetectie doen. Nou, dan begin je met het lezen van de literatuur en toen dacht ik, dat is een beetje uit de mode. Een van de grootste namen, Aldert Vrij, professor Aldert Vrij in Portsmouth, een Nederlander. Die had eigenlijk net na 20, 30 jaar aan leugenonderzoek, had hij eigenlijk net geconcludeerd, ja, dat non-verbale gedrag is een beetje uit. Dat je kan je beter richten op verbaal gedrag, dus op wat iemand zegt, dan op hoe iemand zich beweegt.
dacht ik, oh, dat is jammer. Oké, nou, dan ga ik dat doen. Maar toen dacht ik, wacht eens even. Ik ging meer en meer lezen en ik realiseerde me ineens dat al dat onderzoek wat gedaan was naar non-verbaal gedrag als indicator van liegen, dat was op bijna een beetje ouderwetse manier uitgevoerd. En kijk, op het moment dat je jong bent, dan denk je altijd dat je het beter weet. En sommige mensen groeien daar nooit helemaal overheen. Wie weet ben ik een van die mensen. Maar ik dacht, oké, op het moment dat je leugenonderzoek doet waarbij je iemand een waarheid laat vertellen en iemand een leugen laat vertellen, of een leugen en een waarheid. En je gaat dat opnemen met je videocamera en vervolgens ga je achter je computer zitten om dan één voor één te annoteren, per seconde door die video heen, of je wel of niet je rechterhand beweegt, of je wel of niet je linkerhand beweegt, of je van houding verandert, of je wegkijkt. Dat waren een beetje de dingen waarnaar gekeken werd. Toen dacht ik, ja, maar wacht nou eens even. Ons gedrag is veel complexer dan dat. Want ik heb zelf ook uren besteed aan op die manier het annoteren van data. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je alleen de grote bewegingen, als ik zoiets doe, ja, die ga je noteren. Maar terwijl ik hier loop, ik loop de hele tijd een klein beetje heen en weer. Dat gaat bijna automatisch, dat gaat de hele tijd door. Ik beweeg met mijn handen, ik maak kleine bewegingen. En al die bewegingen waren eigenlijk nog nooit meegenomen in onderzoek naar non-verbale indicatoren van liegen. Toen dacht ik, ja, dan vind ik deze conclusie iets te voorbarig. Ik heb geen idee of er non-verbale tekenen zijn dat iemand liegt. Maar als je dat op basis van deze data gaat doen, dan vind ik dat je die conclusie niet mag trekken. Dus wat heb ik gedaan? Wat ik heb gedaan is gepubliceerd voor de mensen die het interessant vinden in dit paper. PLOS ONE 2019. Het paper heet To Freeze or Not to Freeze, A Culture-Sensitive Motion Capture Approach to Detecting Deceit. Dus mocht je het na willen lezen, dat kan. Alles wat ik doe is open source trouwens, dus je kan alles op mijn website downloaden. Wat ik heb gedaan is, ik ging naar een informatica afdeling aan de Universiteit van Twente en ik zei, ja, ik ben psycholoog, ik weet niet zo goed hoe jullie dit precies doen, maar ik weet wel dat jullie werken aan manieren om beweging in kaart te brengen. En dat deden ze inderdaad. Dit is Xsense, dat is een spin-off van de Universiteit van Twente, een start-up. En wat die eigenlijk hebben gedaan is, ze hebben een motion capture pak gemaakt. En dat is een pak met van die sensoren die eigenlijk over je hele lichaam zitten. 17 sensoren die, ik geloof, 120 keer per seconde kunnen meten, registreren hoe jij je beweegt. Zowel je ene lichaamsdeel ten opzichte van het andere lichaamsdeel, maar ook hoe jij in de ruimte beweegt. En normaal gesproken worden dit soort pakken dus gebruikt voor special effects, in games, in films. Maar eigenlijk niet voor onderzoek. Ik was een van de eerste die bij ze aanklopte van, kunnen we dit ook voor onderzoek gebruiken? Heb je niet alleen visuele output, maar ook gewoon de getallen? Want die zou ik graag willen. En die hadden ze. En ik weet niet precies hoeveel in totaal, maar iets van 600-700 proefpersonen in zo'n pak gehezen. En gekeken, als ze de waarheid vertelden en een leugen vertelden, wat dat met hun gedrag deed. En Maarten, jullie fantastische techniekman daarachter, is ooit een van mijn proefpersonen geweest. Die heeft in zo'n pak gezeten en heeft een leugentje en een waarheid verteld. En inderdaad voor me gedanst. Ik kwam laatst het filmpje nog tegen. Bij het opruimen van mijn harde schijf. Ik heb het natuurlijk bewaard. Goed. Dus ik heb het niet gebruikt voor spannende films. Maar ik heb het gebruikt voor onderzoek. En dit is een beetje hoe dat er dan uitziet. Het waren twee proefpersonen. Ik had het ze maar niet aangedaan dat ze echt dat lycra pak aan hoefden te doen. Ik denk, daar wordt niemand vrolijk van. Dus we hebben met een soort straps hebben we die sensoren op hun lichaam vastgemaakt. En die hebben elkaar geïnterviewd. En de een vertelde een waarheid en een leugen en de ander mocht de vraag stellen. Dit is een beetje de technische achtergrondinformatie waar ik snel doorheen zal gaan. Maar wat wel nuttig is om te weten. In deze specifieke studie hadden we 90 interviews, 180 proefpersonen. Dus allebei de deelnemers aan het interview waren proefpersonen. We hadden of een waarheid of een leugen. Drie verschillende culturele groepen. En we hadden within subject, dus dat maakte iedere proefpersoon mee, hadden we twee verschillende interviewtechnieken gebruikt. Nou, we hadden twee onderwerpen waar ze over moesten liegen. Eén was een spelletje. Daar vertelden ze in chronologische volgorde over. En de tweede is dat ze wel of niet £5 of €5 moesten stelen. En dat ofwel in de lost and found de gevonden voorwerpen box moesten doen. Ofwel ze moesten het stelen en ergens op hun lichaam verbergen. En bij het spel, ofwel ze hadden het spel gespeeld. Ofwel ze hadden alleen een beschrijving van het spel gekregen. En ze moesten doen alsof ze het gespeeld hadden. Dus het zijn twee verschillende leugens. De een in
chronologische volgorde verteld en de andere in omgekeerde volgorde, omdat we weten uit ander onderzoek dat dat soms de kans op leugendetectie kan vergroten. Nou, dit is wat we hebben gevonden. Om even te beginnen bij de waarheid en de leugen. Dus donkerblauw is de waarheid, lichtblauw is de leugen. Dit is hoeveel centimeter per seconde je over je hele lichaam bewoog. En wat je hier dus kunt zien, als je nog even niet naar deze twee verschillende kijkt, is eigenlijk dat in de lichtblauwe, dus in de leugencategorie, mensen consequent meer bewogen dan als ze de waarheid spraken. En dit effect was groter, dus we hadden een hoofdeffect, met een effect size van 0.26, mocht iemand het leuk vinden. Op het moment dat je in omgekeerde volgorde moest vertellen, dan werd dat effect een stuk groter. Dus we hebben ook een interactie-effect gevonden. Dus ja, over het algemeen bewegen mensen zich meer als ze liegen dan als ze de waarheid vertellen. Maar met bepaalde interviewtechnieken kun je dat verschil dus ook nog vergroten. Dus de kans dat je die leugen kan detecteren kun je vergroten door bepaalde interviewtechnieken te gebruiken. In dit geval omgekeerde volgorde. Nou, wat ik net liet zien, dat was het effect van alle sensoren over je hele lichaam bij elkaar samengenomen. We hebben dat effect ook in 6 verschillende lichaamsdelen gemeten. En in ieder van die 6 lichaamsdelen, dus allebei je armen, allebei je benen, je romp en je hoofd, vonden we dit interactie-effect. Dus het is niet zo dat het alleen maar gedreven werd door je armbewegingen of je handbewegingen. Het was iets waar ook je voeten aan meededen en ook je hoofd aan meedeed. En dat is interessant, want dat betekent dat het waarschijnlijk om bewegingen gaat die normaal gesproken in die video's niet per se gecodeerd werden. Want been- en voetbeweging werd in geen van die onderzoeken meegenomen. Want dat zit onder de tafel. Daar komt de video niet bij. Goed. In dit onderzoek, omdat we ook een proefpersoon als interviewer hadden, konden we ook kijken op het moment dat je aan menselijke leugendetectie doet. Dus je vraagt aan de interviewer, denk je dat de persoon met wie je net een kwartier gepraat hebt, of dat een leugen of een waarheid was? Hebben we dus in dit onderzoek zowel een menselijke, op intuïtie gebaseerde leugendetectiemaat en een technologische gebaseerd op die lichaamsbeweging. Wie denk je dat er heeft gewonnen? Allereerst de mensen, nou heel dicht bij die 54%. Ik vind het echt in ieder onderzoek. Het ligt rond die 54%. Ook hier. En dit waren dus mensen die echt een interview konden doen, die vragen mochten stellen en die echt iets van een kwartier met die persoon gepraat hebben. Ook die konden niet identificeren of iemand loog of de waarheid sprak. Op basis van die motion capture data zaten we op 82%. Dat is bijna 30% verschil. Dan begint het interessant te worden. Goed, ik kijk heel even naar de tijd. Heb ik nog tijd om ook term te doen? Mag ik nog 10 minuten of niet? Is dat oké? Ja? Ik hoor een ja, yes. Ja, spoiler alert, ik denk misschien hoeft het niet eens meer. Jullie weten al, nou, Trump is weg, heeft geen Twitter-account meer. Het is eigenlijk niet zo relevant meer wat ik gedaan heb. Mijn tweede onderzoek wat ik graag wil noemen is gebaseerd op verbaal gedrag, dus op wat we zeggen. En heel specifiek, want daar kun je natuurlijk van alles mee doen, heb ik naar woordgebruik gekeken, dus een linguistische analyse gedaan. Oké, even terug naar leugenonderzoek. Eerder al vertelde ik dat vaak 50% van de leugens die verteld worden een leugen is of een waarheid is, 50-50. Maar ja, in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet de verdeling. Heel veel van wat we vertellen is gewoon waar. En die leugens, die vertellen we wel, maar het is niet 50-50. Ook wat we doen, en wat ik ook heb gedaan in het onderzoek wat ik net liet zien, is dat leugenonderzoek eigenlijk altijd gebaseerd is op groepen. Je hebt normaal gesproken van heel veel verschillende mensen 1 of misschien 2 verklaringen. Een leugen of een waarheid, of een leugen en een waarheid. En daarna stuur je mensen weer naar huis en je ziet ze niet meer terug. Dus je weet van iedereen heb je eigenlijk 1 tijdsopname, 1 moment, 1 momentopname. Maar we weten ook dat mensen verschillen in de manier waarop ze zich gedragen. Gewoon überhaupt, los van liegen. En het kan dus ook zijn dat mensen onderling verschillen in de manier waarop ze zich gedragen als ze liegen. En dat het ook misschien nog wel afhangt van de context van de leugen, wat er op het spel staat. Dus ik was benieuwd geworden, zou gepersonaliseerde leugendetectie nou beter werken dan onze leugendetectiemodellen op basis van zo'n groep? Dus stel dat je 1 model speciaal van jou kan maken.
werkt dat dan beter? En dit is relevant, omdat normaal gesproken de politie iets moet zeggen over die ene verdachte die tegenover hen zit. Of die mevrouw met die geest in zich, ja, als die wil bewijzen dat die geest echt in zich zit, dan gaat het om haar en niet om die andere 30 mensen die misschien hebben meegedaan aan dit onderzoek. Dus wat je eigenlijk zou willen voor gepersonaliseerde leugendetectie is dat je veel verklaringen hebt van één persoon. Dus in plaats van één verklaring van veel mensen, wil je nu veel verklaringen van één iemand. Waar en leugen. Ja, nou, die hadden we dus nooit, want zoals ik al zei, als je een proefpersoon in het lab hebt, ja, dan doet hij mee aan je experiment en daarna gaat hij weer weg en je ziet hem niet meer terug. Dus dan heb je één verklaring van één iemand. En eigenlijk, ook al hadden we al jaren factcheckers, er waren nooit voldoende geïdentificeerde leugens van iemand dat we er echt een gepersonaliseerd model van konden maken. Tot Trump. Ergens ben ik hem ook best wel dankbaar. Ik bedoel, heel eerlijk moet ik daarin zijn. Trump, zoals jullie wellicht weten, doet namelijk vrij vaak feitelijk incorrecte uitspraken. Ik zeg bewust niet liegen, hij doet feitelijk incorrecte uitspraken. Dus wat hij zegt of schrijft, wordt gecheckt door factcheckers en die zeggen wat je nu zegt klopt niet. Het is feitelijk incorrect. Om precies te zijn, volgens de Washington Post, met wie ik hiervoor heb samengewerkt, heeft Trump gedurende zijn gehele presidentschap 30.573 valse of misleidende, of incorrecte en misleidende uitspraken gedaan. Dat is best knap, dat is veel. En de conclusie die de media daar vaak aan geeft, is dat Trump liegt. Trump is een leugenaar. Maar er is nog een alternatieve verklaring, omdat op het moment dat jij liegt, je bewust de ander een verkeerd beeld moet willen voorspiegelen. Dus dat betekent dat jij moet weten dat wat jij zegt niet klopt en dat je bewust dus eigenlijk een ander wil manipuleren. Het kan natuurlijk ook zijn dat Trump gewoon, hij moet over heel veel dingen wat zeggen, dat hij geen idee heeft, dat hij maar wat zegt en dat veel van wat hij zegt, omdat hij niet zo goed geïnformeerd is, niet klopt. Dit was mijn vraag. Van, wordt hij terecht neergezet als leugenaar of is hij eigenlijk gewoon een heel slecht geïnformeerde president, ex-president? Nou, om dit te testen kun je verbale leugendetectie gebruiken. En we hadden twee hypotheses. De eerste is, hij liegt, de leugenhypothese. Dat betekent dat Trump op het moment dat hij een bericht stuurt, voor dit onderzoek hebben we Twitterberichten gebruikt, dus laten we ons daar even op richten. Trump is zich ervan bewust dat de informatie die hij opschrijft, die hij stuurt, dat die incorrect is. Dat is de leugenhypothese. Dus hij weet dat het niet klopt. Als dat zo is, op basis van wat wij weten uit leugendetectieonderzoek op het gebied van taalgebruik, zouden er verschillen moeten zitten in zijn taalgebruik tussen de feitelijk juiste en de feitelijk onjuiste tweets. Dat zijn voor hem twee verschillende dingen, want hij weet dat dit niet klopt. Stel nou dat hij het gewoon heel vaak fout heeft en hij is zich er niet van bewust als hij iets schrijft of iets nou wel of niet klopt. Voor hem is het één grote hoop. Dan is hij zich er dus niet van bewust. Het is geen leugen, hij heeft het gewoon fout. En dan zou je dus ook geen verschillen in taalgebruik verwachten, omdat het voor hem één pot nat is. Dus wat hebben wij gedaan? Je raadt het al. Wij hebben 3 maanden aan zijn tweets verzameld. Hij tweette in ieder geval toen hij nog wel op Twitter zat. Hij tweette wat af, dus dat waren, ik geloof, 600 nog wat tweets. Nou, daar moest een deel van weg, want hij moest ze wel geschreven hebben. Dus alle retweets, dus gewoon het doorsturen van iemand anders tekst. En iets wat eigenlijk alleen maar uit quotes of linkjes bestond, die hebben we er allemaal uitgegooid. De rest hebben we bewaard. Dat waren er rond de 440. Dat was onze dataset. Die hebben we volgens gelinkt. We hebben samengewerkt met de Washington Post. Die heeft een fact-check team daarmee samengewerkt. En die twee datasets hebben we aan elkaar gekoppeld. Dus we wisten nu van alle tweets die hij stuurt, weten we welke feitelijk correct en feitelijk incorrect zijn. Juist en niet juist. Die hebben we dus gekoppeld. En vervolgens hebben we een taalanalyse eroverheen gehaald. Dit is een redelijk simplistische taalanalyse door het softwareprogramma LOOC, Linguistic Inquiry and Word Count. En wat het eigenlijk doet, is het categoriseert woorden in woordcategorieën. Sommige heel simpel, zoals persoonlijke voornaamwoorden, eerste persoon, tweede persoon, derde persoon, werkwoorden, bijwoorden, etc. Maar ook wat ingewikkelde categorieën, zoals emotionele woorden, positieve emotionele woorden, negatieve emotionele woorden, etc.
Dit is veel gebruikt in leugenonderzoek en daarom konden we dat mooi toepassen hier. En toen hebben we gekeken naar het taalgebruik van die correcte en incorrecte tweets. En wat hebben we gevonden? Ik heb deze nog ingegooid als voorbeeldje. Jammer. Nee, weer zo'n anticlimax, hè? Dat is zonde. Ik heb hier nog even een color-coded tweetjes ingegooid. De eerste is incorrect, de tweede is correct. En we hebben even categorieën waarvan we uit de literatuur ook weten dat die belangrijk zijn. Die hebben we een kleurtje gegeven. En dan zie je eigenlijk al, nu al, dat in die incorrecte tweet veel meer van die categorieën voorkomen dan in de correcte tweet. Nou, nu komt-ie. Denk je dat er verschillen zijn tussen de juiste en de onjuiste tweets? Yep. Nou, dit is een wordcloud. De software is in het Engels, dus ik heb het even in het Engels gehouden. Rood is dat deed hij meer in incorrecte tweets. Groen is dat deed hij meer in correcte tweets. En hoe groter, hoe groter het effect. Dus hoe belangrijker die categorie. Dus je ziet bijvoorbeeld dat op het moment dat hij iets incorrect tweeten, ik zeg nog steeds niet liegen, als ze iets incorrect tweeten, dan zie je dat hij bijvoorbeeld veel meer woorden gebruikte, wat in een tweet al best lastig is, want je hebt een maximaal aantal tekens, dat hij veel meer in de derde persoon ging praten, en dat is iets wat we ook kennen uit de leugenliteratuur, dat als je de waarheid spreekt, praat je vaker vanuit jezelf, en als je liegt, dan neem je vaak wat meer afstand, ook in je taalgebruik, door meer in de derde persoon te gaan praten. Heeft het meer over de cognitieve processen, dat is ook bekend, want liegen is vaak ingewikkelder, moeilijker, cognitief belastender dan de waarheid vertellen. En juist zijn correcte tweets, die waren emotioneler, positiever. En wat ik wel interessant vond, hadden Twitter-variabelen toegevoegd, namelijk de ad en de hashtag. Hij betrok meer mensen in de tweets door middel van een ad of een hashtag op het moment dat hij correct was. En dat is natuurlijk ook iets wat je wel kan herkennen, want op het moment dat je liegt, dan wil je zo min mogelijk mensen erbij betrekken, want anders dan word je misschien wel ontdekt. Terwijl als je de waarheid spreekt, dan doe je dat juist meer. Nou, was het verschil significant, zoals we dat dan noemen? Het grootste effect wat ik ooit heb gevonden. Dankjewel, Trump. 35% van de woordcategorieën verschilden tussen de correcte en de incorrecte tweets. Ik heb die informatie een beetje weggelaten. Maar een effect size van 37%, van 0.37, partial eta squared. Dat betekent dat 37% van zijn taalgebruik en de verschillen van zijn taalgebruik verklaard kan worden door of het feitelijk juist of onjuist is. Dat is best wel gaaf. Nou, het ondersteunt onze leugenhypothese. Oftewel, dit is een indicatie dat de kans groot is, ik zal het een beetje voorzichtig formuleren, dat op het moment dat Trump iets tweet wat als door factcheckers als incorrect wordt aangeduid, dat hij zich daar waarschijnlijk in de meeste gevallen bewust van was. Goed, nou, daar hebben we een model voor gemaakt. Nou, die bestaat uit deze variabelen. Het is iets minder relevant wat er precies in zit. En we hebben gekeken hoe goed kunnen we dan op basis van dit model voorspellen of een tweet feitelijk juist of onjuist is. Nou, dat konden we binnen deze dataset met 73%. Dat is mooi, dat is bijna driekwart. Een stuk beter dan als mensen het doen. Maar, waar je altijd een beetje bedacht op moet zijn, dat weten jullie natuurlijk als sceptici, is zeker als je dit soort algoritmes gaat gebruiken, is het probleem van overfitting. Want als je een test doet op dezelfde data als waarop je hem getraind hebt, dan kan het zijn dat je je algoritme heel specifiek hebt gemaakt voor deze dataset. En dan kan het wel zijn dat het misschien hier heel goed op werkt, maar niet zo goed werkt op een nieuwe dataset. Nou, dus dat hebben we getest. We hebben precies hetzelfde nog een keer gedaan. We hebben een tweede dataset verzameld. Precies dezelfde procedure. Weer 3 maanden op dezelfde manier gescreend. En vervolgens het model van studie 1 die we daar gemaakt hebben, hebben we toegepast op deze nieuwe dataset. En dat heet out-of-sample testen. En daarmee test je eigenlijk echt of je een goed model hebt gemaakt. Nou, precies hetzelfde verder. En wat hebben we gevonden? Mooi, voor wie het kent, is een ROC-curve. 74%. Het werkte in principe even goed, of net ietsje beter, wat eigenlijk een beetje raar is. Maar het werkte even goed als het model in de eerste studie. Nou, wat betekent dat? A, dat ons model een goede voorspeller is. B, dat Trumps leugenachtige taalgebruik
consequent is, constant is. Dus dat hij dezelfde woorden nu gebruikt als hij liegt, als dat hij over een paar maanden gebruikt. Want er zat echt maandenverschil tussen. En dat is interessant. En dan kom ik eigenlijk terug op de vraag die je net stelde. Wat kun je dan doen? Kun je het als een soort screening tool gebruiken? Nou, wij hebben een hele leuke website gemaakt over dit paper. A Personal Model of Trumpery. En dan kun je lekker op de tweetjes klikken. En dan kun je zien of wij denken dat het een leugen of een waarheid is op basis van ons model. Jammer dat hij van Twitter geband is momenteel. Anders hadden we het ook bij nieuwe tweets kunnen doen. Deze ga ik even skippen. Wat we namelijk gedaan hebben, dat is wel nuttig om te weten, maar ik zal het niet helemaal toelichten. Is we wilden weten, werkt gepersonaliseerd nou beter dan wat we al hadden uit de literatuur, dus op groepsniveau? Nou, de conclusie daarvan is, we hebben dus 24 modellen gevonden in de literatuur. Die hebben we op dezelfde manier als studie 2 getraind op de data van studie 1. Daar modellen van gemaakt, de beta-gewichten op gebaseerd. En die vervolgens op die nieuwe dataset 2 toegepast. Dus we hebben eigenlijk precies hetzelfde gedaan als met ons eigen model. En we kwamen er als beste uit. 5 procentpunt beter dan de nummer 2 of 3 eigenlijk. Want 2, dat waren we zelf ook, maar zonder de Twitter-variabelen. Als je kansniveau had gebruikt, meenemend dat de verdeling niet 50-50 is, maar ongeveer 70-30, dan kom je op random guessing 61 procent uit. Dat is die hierboven. En er waren papers uit de literatuur en die deden het maar 50% dus onder kansniveau. Laatste slide. Goed, we zijn begonnen met de mevrouw die wellicht die het gevoel had dat er een geest in haar zat die soms via haar mond praatte. Op je intuïtie vertrouwen, 54%, lijkt mij niet zo verstandig. Maar wat nou als je dit soort leugendetectietechnologieën zou kunnen gebruiken? Als het niet ongeveer kansniveau is, maar bijvoorbeeld 3/4, 4/5. Wat heb je nodig, en dit is een oprechte open vraag, wat heb je nodig om overtuigd te zijn? Dankjewel. Dankjewel, Sophie van der Zee, voor deze boeiende lezing. We hebben nog wat vragen, tijd voor vragen. Mooi. Dus als je wil, dan... Graag. Ja? Ja. We beginnen met de vragen uit de zaal, even helemaal achterin. Anders dan... Ja. Ik heb een technische vraag. Ja. Je liet een model zien van het lichaam. Dat op alle momenten er een freeze zit, op alle plekken. Maar die zitten meer in het hoofd dan dat hij in de uiterste lichaamsdelen zit, dus in de handen en de voeten. Dat verbaast me, omdat er altijd gezegd wordt, ook in de wetenschappelijke literatuur, dat het juist daar, dat we daar minder controle over hebben. Kun je dat verklaren? Ja, interessant. Dus je ziet inderdaad dat, goed opgemerkt, dat alle 6e ledematen verschilden significant van elkaar. Dus dat hadden we in ieder geval gevonden. Maar je ziet inderdaad in de maat, ik heb niet de volledige testen overal bijgeschreven, maar aan de p-waarde kun je zien dat het effect iets sterker is in je hoofd en in je buik. En in, denk je linkerhand, dan in je benen en je rechterhand. En de vraag is, kun je verklaren waarom dat is? Ik was persoonlijk al heel blij dat er iets uit die benen kwam. Want dat was dus echt nog nooit onderzocht in de context van liegen. Omdat dat dus normaal gesproken onder die tafel plaatsvindt en niet gemeten wordt. Dus het feit dat dat eruit kwam, was ik al heel tevreden mee. Maar hoe het zit met je hoofd? Ik heb er geen goede verklaring voor, dus geen sluitend antwoord. Ik heb geen paper dat ik nu kan citeren waardoor het een rond verhaal is. Maar de reden dat ik dit onderzoek met die motion capture pakken ben gaan doen, is omdat ik de analyses op basis van die handmatige annotatie van wat er in een video gebeurt, niet voldoende vond. Dus ik weet niet of de onderzoeken die u net noemde, of die op een dergelijke manier uitgevoerd zijn. Want dan kan het dus ook gewoon zijn dat een andere manier van meten, ik zie dat ze nee knikt, maar het kan dus zijn dat een andere manier van meten tot iets andere resultaten leidt. Maar dat waren ze dus niet. Ja, dan durf ik dat niet te zeggen. Heeft u zelf een idee? Nee, ik ben hier dus enigszins verbaasd over. Ja. Het is, ik bedoel, een verschil tussen 0,003 en kleiner dan 0,001. Het kan natuurlijk aan allerlei dingen liggen, waaronder je hebt gewoon een sample. We hadden 180 proefpersonen.
Het kan bij dit soort dingen altijd natuurlijk zijn dat op het moment dat je een iets ander sample hebt, dat je iets andere resultaten krijgt. Maar het feit dat het er in alle lichaamsdelen los uitkwam, vond ik wel overtuigend dat er in ieder geval dat het een indicatie is dat we ons gedrag aanpassen als we liggen. Oké. Okay. We hebben een, ik heb uit de chat een vraag die hier nogal op aansluit. Je ziet op tv-series als verdachte bij de polygraaf wordt gezet. Ja. Dan zie je altijd van, we gaan eerst een paar testvragen stellen. Ja. Waar ben je geboren? Hoe heet je? Zo kan dan de ondervrager vaststellen of de persoon wel of niet de waarheid spreekt. Ja. En zich daar waarschijnlijk over bewust is. Iemand vraagt nu, zou je met zo'n motion capture pak ook zo'n calibratie kunnen uitvoeren, waardoor die gevoeligheid van 82 nog beter wordt? Nou, dat hebben we gedaan. Dus het antwoord is een beetje complex. Dus het eerste antwoord wat ik wil geven is, dat is niet hoe de polygraaf werkt. Okay. Dat is wat op de tv gedaan wordt, dat de polygraaf werkt. Dat is niet hoe het echt werkt. Dat is een kleine nuance. Er zijn namelijk niet twee soorten, jongens. Oké. Mensen denken vaak bij de polygraaf dat er twee soorten vragen zijn. De soort van feitenvragen, de baseline vragen. En op basis daarvan bepalen we je natuurlijke gedrag, je waarheidsgetrouwe gedrag. En dan gaan we de delictvragen stellen die over de misdaad gaan. En die twee gaan we met elkaar vergelijken. Maar dat doen we niet. En als ik zeg ik doe geen polygraaftesten. Dus dat doet men niet. Want ze realiseren zich wel, A, dat dat relatief makkelijk te manipuleren is, en B, dat onschuldige mensen waarschijnlijk ook die delictsvragen wel herkennen en ook een beetje nerveus worden. En wat de polygraaf doet, is dat het meet je fysiologische stressreactie. Dus als jij nerveus wordt omdat je denkt, oh, het is wel heel belangrijk wat ik hier ga zeggen en of ik geloofd word, dan geeft dat een vergelijkbare stressreactie als iemand die denkt, ik heb iets gedaan en... Ja, dus dat is een probleem. Dus daarom is er een derde soort vragen. Die derde soort vragen, dat zijn de controlevragen en dat zijn eigenlijk de vragen waarmee de fysiologische reacties vergeleken worden. En dat zijn vragen als, heb je wel eens iemand pijn gedaan? Heb je wel eens iets gestolen? Dus dat zijn vragen over slecht gedrag die niks met het huidige delict te maken hebben, maar waarvan mensen die het delict hebben gepleegd, dat is het idee erachter, denken, dit valt nog wel mee, ja, ik heb wel eens iemand pijn gedaan, maar ja, wie niet, hè? Het zegt niet dat ik dan iemand ook meteen met een mes 46 keer heb gestoken. Terwijl iemand die onschuldig is, is het idee die persoon denkt, ik heb wel eens iemand pijn gedaan, maar ja, als ik daar ja op ga zeggen, dan is het nog maar een klein stapje naar die steekwonden. Dus die vindt dat veel spannender, dus die krijgt een veel hogere stressreactie op die controlevragen dan degene die liegt, dat is het idee. Dus dat is eigenlijk de test die gedaan wordt, maar dat weten mensen vaak niet. Ik dacht, leg dat nog even uit. En of je dat ook zoiets kan doen met die motion capture pakken, dat hebben we gedaan. Dus we hebben voor de BBC een documentaire opgenomen, een Horizon documentaire. 2018, super gaaf om te doen. Hebben 3 personen in zo'n pak gehesen, taalanalyses bij gedaan en met een smartwatch fysiologische stressreacties gemeten. En toen hebben we in het wild, hadden we nog nooit eerder gedaan, dus ik dacht ook, dit kan helemaal mislukken. Nou, prima, dan mislukt het op tv. Goed voor je ego. Word je een beetje humble van. Hè? En dat hebben we toen gedaan. En voor die mensen hebben we toen een soort leugenprofiel, of een waarheids- en een leugenprofiel gemaakt op de testdag, zeg maar. En daarna zijn we ze in het wild gaan volgen. En dat was heel nuttig om te doen, omdat een van de 3 proefpersonen, die bewoog inderdaad minder als ze loog, in plaats van meer. Dus die zat in die 20% die minder bewoog. En het was goed dat we dus een baseline verhaal hadden gemaakt, anders hadden we dat niet geweten en alles verkeerd geïdentificeerd. Misschien nog één vraag, ook gezien de tijd. Ja, ik zal hem langzaam. Ik ben even heel brutaal. Dus, in Amerika is heel lang gebruik gemaakt bij ondervragingen door rechercheurs en politieagenten van mogelijke verdachten van moord bijvoorbeeld, of welk ander delict dan ook, van de zogenaamde READ-techniek. Ja, de READ-techniek. En dat mag niet in Nederland. Ja. Nee, mag niet in Nederland, gelukkig maar. Ja. Maar is dat een soort van motivatie ook voor jou om te zoeken naar een methode die betrouwbaarder is dan het menselijk oordeel over of iemand heeft gelogen of niet, omdat het nogal belangrijk is in rechtszaken? En, ja. En is het dan, gaat het bij jou dan zo ver dat jij graag zou zien, of dat je misschien werkt aan een technologie die je ook daadwerkelijk zou kunnen inzetten bij ondervragingen. En dat we dan vertrouwen op de technologie en dat dan als die 82% van jou. Of als dat die, genoeg vinden. Of als, nog die, verder als die omhoog. Nog verder omhoog gaat, dat we dan zeggen, 92%, ja.
daar doen we het voor, of niet? Ja, dat is dus altijd een beetje de vraag. Is dat waar je op uit bent? Nou, dus ik ben geïnspireerd, en daar begon je mee. Ik ben geïnspireerd eigenlijk door gerechtelijke dwalingen. Dus door, je hebt in Amerika de Innocence Project, zoek dat vooral een keer op. Dat gaat om mensen die veroordeeld zijn tot de doodstraf en die blijven volhouden dat ze onschuldig zijn. En er zijn inmiddels honderden mensen uiteindelijk vrijgesproken, omdat bleek dat ze het toch niet gedaan hadden. En toen ik daarover hoorde, dacht ik, daar moet ik iets mee, daar moet ik iets aan doen. We hebben dan wel niet de doodstraf in Nederland, maar ook in Nederland zitten veel mensen onschuldig vast. Dat was mijn motivatie. Als je iets kan met de betrouwbaarheid van verklaringen en het beter kunt bewijzen of die wel of niet betrouwbaar zijn, dan kun je misschien meehelpen aan het voorkomen of de kans verkleinen op gerechtelijke dwalingen. Of ik vind dat dit soort onderzoek uiteindelijk in de praktijk gebruikt moet worden, dat vind ik altijd een beetje een ingewikkelde vraag. Want als ik helemaal denk dat dat geen enkele zin heeft, dan zou ik het onderzoek niet doen. Maar ik zie zeker ook wel de gevaren daaraan vastklevend. En een van die gevaren is, zelfs al is het 82% correct, er zitten nog allemaal haken en ogen aan. Want wat als iemand het systeem kan foppen? Daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. Dat was de volgende onderzoek, daar heeft Maarten aan meegedaan. Als je weet hoe het werkt, kun je het dan verslaan? Kun je het foppen? Nou, dat kan redelijk. Dat is dus een probleem. Dus er zitten echt allemaal haken en ogen aan. Maar, kijk, er zijn gewoon, en dan kom je eigenlijk weer een beetje bij die vrouw met die geest uit. Ook in ons justitiële systeem zijn er momenten, zijn er zaken waarbij je niks anders hebt om op te gaan. Als je bewijsmiddelen kunt verzamelen en die kunt gebruiken om tegen de verklaring aan te leggen en iets te zeggen over de betrouwbaarheid van de verklaring. Iemand zegt dat hij daar was, maar we hebben videobeelden dat je daar was. Doe dat dan vooral. Maar er zijn ook momenten dat je die niet hebt en dan moet je iets. En op dit moment worden die beoordelingen door mensen gedaan. En daar zijn ook die mensen die die beoordelingen maken heel erg slecht in. Dus als we op die momenten die mensen kunnen helpen om beter geïnformeerde beoordelingen te maken, dan denk ik persoonlijk dat we dat moeten overwegen. Meenemend dat het is geen 100%. Dus je kan het niet gebruiken om tegen iemand te zeggen, je bent schuldig, je hebt het gedaan, ik weet het, want dat zegt het apparaat. Zo werkt het niet. Nee. Dus er moet voorzichtig, tread carefully, er moet voorzichtig mee omgegaan worden. Oké. Mocht je het leuk vinden, we hebben iedere maand een gratis webinar over leugenonderzoek. Je kan je inschrijven, check de website. Oké, dankjewel Sophie. Dank je. Ik heb het pas voor je.